social entrepreneurship is een manier van ondernemen waarbij dat je echt een bepaalde missie vooruit plaatst, waarbij je een oplossing wil gaan bieden aan een bepaalde maatschappelijke problematiek en dat je met een vernieuwend model inzet op bepaalde uitdagingen, zijnde armoede, klimaatsverandering, vergrijzing. Fairphone is een onderneming die bedacht hebben van we gaan een hele eerlijke smartphone ontwikkelen waarbij het productieproces eerlijk verloopt, de ertsen uit oorlogsvrije gebieden worden gewonnen en wat bij hen heel straf is, is dat zij hun kapitaal om op te starten gehaald hebben uit de gebruikers. Zij hebben eigenlijk een heel innovatieve manier van crowdfunding opgezet en ze hebben aan de mensen gezegd van kijk, als je dit belangrijk vindt dat een Fairphone ontwikkeld wordt, dat we dat op de markt kunnen brengen, investeer dan mee en betaal op voorhand al voor uw Fairphone. En zij hebben meteen veel meer mensen bereikt dan ze zelfs hadden ingecalculeerd als zijnde minimaal nodig. Sociale ondernemingen zijn van alle tijden. Hè. Het is niet nieuw, dat is niet iets van anno 2014. Ze zijn er altijd geweest, maar er gaat wel meer en meer aandacht voor zijn. En ik geloof ook wel dat de markt, de afzetmarkt, heel sterk zal groeien, omdat de burgers veel meer eisen eigenlijk dat wat dat ze in handen krijgen, wat dat ze gebruiken als producten en als diensten, dat daar een veel doordachter systeem achter zit.